Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video op Pinkin.nl. Mijn naam is Bianca en vandaag is het de officiële start van Pinkin 2.0. Want ik heb alle oude video's van mijn YouTube kanaal verwijderd en verborgen en privé gezet. En vandaag gaan we gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. Waarom? Daar had ik zin in. Ik vond de oude video's niet zo goed meer bij mij passen. En ik wilde het toch net allemaal even anders. En ik keek naar de video's en ik werd er zelf helemaal niet gelukkig van. En ik heb een paar maanden niet gefilmd, dus ik dacht, ik ga opnieuw beginnen. Een nieuwe start is soms best wel goed in je leven. Sommige dingen moet je opnieuw beginnen en dan kun je er weer volop tegenaan, vind ik. Dus het is voor mij echt mega wennen weer, want ik ben al maanden niet meer aan het filmen meer met mijn dochter. Sterre, die heeft een eigen YouTube kanaal en dan zit ik achter de camera en nu zit ik er weer voor. En dan zit ik weer steeds naar mezelf te kijken in het schermpje en de bril die spiegelt. En ik ben helemaal niet meer gewend, sorry. Dus, maar daar gaan we helemaal wat aan doen. Want ik ga er weer inkomen met allemaal nieuwe video's die eraan komen. First impressions, unboxing video's. Ik ben aan het weekvloggen. Er komt gewoon genoeg content aan op beautygebied, op mama gebied en op gewoon persoonlijk gebied. Want ik ben niet alleen mama en ik hou niet alleen van beauty. Er zijn nog meer dingen die ik leuk vind. En dat zien jullie vanzelf. Er komen geen vaste uploaddagen, want daar ben ik niet zo goed in. Want als ik zeg op maandag komt die op dinsdag. En ja, dat wil ik dus niet. Dus ja, dat. Voordat ik het vergeet, dit was dus niet alleen een mededeling van joh, ik ben er weer voor de 10e keer, want volgens mij heb ik dit al vaker gezegd. Maar dit is de eerste keer dat ik zo direct ben begonnen en alle video's offline heb gehaald. En ik dacht ook dat niemand het zou merken eigenlijk, maar ik had het nog geen uur gedaan en binnen toen kreeg ik al een reactie van hey, waarom zijn video's verwijderd? Dat vind ik jammer. Dus dat vond ik alweer lief dat het dan toch was opgevallen. Maar goed. Om het te vieren dat ik terug ben op YouTube en ook weer video's ga maken zoals empties en vlogs en dingen met Sterren en met mijn dochter en voor Pinkin.nl en gewoon voor het YouTube kanaal. Ga ik dat natuurlijk vieren met een leuke winactie. En wat je kan winnen, dat laat ik je nu even zien. Een mooi beautypakket met allemaal merken die ik zelf ook heel graag gebruik. En ik hoop dat ik daar iemand van jullie blij mee kan maken. En hoe je het pakket kan winnen, ga ik jullie nu vertellen. Het is belangrijk om geabonneerd te zijn op mijn YouTube kanaal. Geef de video een like en laat een reactie achter dat je meedoet. Dat is eigenlijk alles. Ik zet hieronder in de beschrijving even neer tot wanneer deze winactie loopt. Want ik weet niet precies wanneer de video online gaat, dus dat moet ik even kijken. Je kan zowel meedoen als je in België woont en in Nederland. Dus dat maakt niet uit. Ik verzend het gewoon, dus dat komt helemaal goed. En ja, dat was het eigenlijk. Ik wil jullie super bedanken. Ik hoop dat jullie natuurlijk allemaal meedoen. En dat jullie ook een beetje blij zijn dat ik weer terug ben. Ik bedoel, ik ben vooral van de kletsvideo's. Daar sta ik een beetje onbekend. En ik vind dat zelf ook gezellig. Alleen moet ik weer heel eventjes wennen en erin komen. Maar dat komt vanzelf. Sommige dingen hebben tijd nodig. Dus ik hoop dat jullie een klein beetje geduld hebben. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende video.